En welkom bij het grote Breda Media Debat. De 13 lijsttrekkers van de partijen die in Breda meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart gaan zo dadelijk hier in Zorgcentrum Elisabeth aan de Leuvenaarstraat in Breda met elkaar in debat. En voor dat grote Breda Media Debat werken BN De Stem, Breda Vandaag en Breda Nu samen. Het debat bestaat uit 6 korte discussies, waarbij tijdens elk debat gefocust wordt op een centraal thema en 3 partijen het woord krijgen. Deze 3 partijen mogen eerst allemaal 30 seconden reageren op de stelling, waarna het debat een aanvang neemt. En een debat duurt 6 minuten. Een eventuele 4e of 5e partij kan zich tegen het eind van het debat nog mengen in de discussie middels een wildcard. De top 5 van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, en dat zijn D66, VVD, PvdA, CDA en SP, zitten 2 keer in het debat. De overige 8 partijen 1 keer in het debat en ze mogen dan ook nog een wildcard inzetten. Onder meer een tegenprestatie leveren in de bijstand, wonen in de dorpen en de groei van de horeca in de binnenstad, dat zijn de onderwerpen die aan de orde gaan komen. Debatleiders zijn Wijnand Nijs van Breda Vandaag, Rut Giebels van Breda Nu en Paul Verlinde van BN De Stem. Het grote Breda Media Debat gaat nu beginnen. En dan de eerste stelling van dit grote Breda Media Debat. Het nieuwe systeem van afvalinzameling is mislukt en moet zo snel mogelijk bijgesteld worden. Nou, u weet het, de afgelopen 1,5 jaar heeft Breda een nieuwe afvalinzameling gekregen. De meeste huishoudens hebben nu 3 kliko's. Eentje voor GFT, 1 voor papier en 1 voor plastic. En restafval dat moet naar een ondergrondse container worden gebracht. Maar veel mensen vinden dat veel te ingewikkeld of hebben helemaal geen zin om daaraan mee te werken. Moet de afvalinzameling in Breda daarom maar zo snel mogelijk bijgesteld worden? Wijnand Nijs die leidt het debat met D66, PvdA en Breda 97. Welkom. Welkom Tim van Tof, D66, Mirjam Haag, PvdA en Peter Vissers, Breda 97. Eerst het woord aan Tim van Tof. Graag jouw eerste reactie op deze stelling. Ja, D66 vindt dat het afvalbeleid erop gericht moet zijn dat mensen makkelijker van afval kunnen scheiden. En daarom want dat zorgt voor minder afval, minder afvalbelasting en zorgt ook uiteindelijk voor een goed klimaat. En dat moet juist de doelstelling van het afvalbeleid zijn. Mirjam Haag namens de PvdA. Wat is... Ja, de Partij van de Arbeid vindt het belangrijk als je een nieuw systeem voor afval invoert. Dat iedereen daarin mee kan komen en dat iedereen ook begrijpt waar we mee bezig zijn. Dus het gaat ook om een menselijke component. Afval scheiden en systeem invoeren is 1. Maar iedereen daarin ook een kans geven om mee te doen. Dat zakje naar een plek dichtbij in de buurt brengen. En gewoon het begrijpen waarom we afval scheiden, dat is een hele belangrijke component. En daar mag wel wat meer aandacht voor zijn. Helder verhaal, Mirjam Haag. Het woord is aan Peter Vissers, Breda 97. Graag uw eerste reactie hierop. Nou, onze eerste reactie vanuit Breda 97 is tot aan het van afval naar grondstof is niets mis. Alleen in de uitvoering zien we toch wel heel veel dingen gebeuren en heel veel onrust ontstaan in de wijken, in de dorpen waar het tot nu toe ingevoerd is. Zakken staan ernaast. Pasjes komen niet bij de juiste afvalbak aan. En voor de ouderen en de minder valide mens is het niet altijd zo eenvoudig als dat we hadden gewild. Helder, Peter Vissers, dankjewel. Tim van Tof, het werkt niet, het is niet helder. Uw wethouder heeft dit ingevoerd afgelopen periode. Hoe gaat u dat veranderen? Hoe gaan we dat veranderen? Daar zijn we al mee bezig om dat te veranderen. We hebben afvalcoaches ingesteld om mensen te helpen bij het goed scheiden van hun afval. Daarnaast ook pakken we alle mensen aan die afval aan het dumpen zijn. Dus daar zijn we mee bezig. Het is wel een hele grote opgave die er is, want het is een heel nieuw afvalsysteem over heel Breda. Ja, daar gaan soms dingen mis, maar we moeten die problemen moeten we oplossen. En dat zijn we aan het doen en dat is D66 ook aan het doen. Mirjam Haag, afvalcoaches, mensen beboeten, is dat de manier waarop het moet? Afvalcoaches zeker wel, want dat helpt mensen begrijpen wat het nieuwe systeem is. Maar ik vind beboeten in dit stadium vind ik niet zo erg logisch. Want neem nou aan,
1 op de 10 Bredanaars heeft moeite met Nederlands leren en schrijven. Dus als je informatie verstuurt over zo'n nieuw systeem, betekent het niet automatisch dat iedereen dat ook kan volgen. Dus je moet daar meer tijd in investeren om te zorgen dat in iedere wijk en iedere dorp het helder is wat de bedoeling is van het nieuwe systeem. Kijk, en ik loop graag, ik heb een stappenteller om, ik vind het heerlijk om even dat zakje weg te brengen. Maar ik kan dat, voor mij is dat geen enkel probleem. En voor andere mensen is dat wel een probleem. Dus goed kijken waar je je restafvalcontainers plaatst, bijvoorbeeld dicht bij oudere woningen of mensen die minder valide zijn, vind ik heel erg belangrijk. Ja, die afvalcontainers, die restafvalcontainers, die zijn natuurlijk al geplaatst. Het is een kwestie van wennen eigenlijk, Peter Vissers. Dan komt het allemaal goed. Ik hoop het. Maar niets is minder waar. Als we kijken, de pasjes zijn toebedeeld aan de huishoudens om het restafval naar de container te brengen. Maar je hebt één pasje. Je kunt geen tweede pasje vragen. Dus als je met z'n vieren, vijven in een huis woont, waar is het pasje? En ben je het pasje kwijt, dan kost dat nieuwe pasje kost je €15. Ik vind dat eigenlijk nog duurder als de OV-chipkaart. Eigenlijk van de gekken. Ja? Dus Breda 97 zegt, zorg eerst eens tot dat goed toegankelijk is. Voordat je zegt, u mag de klep alleen openen om uw restafval kwijt te kunnen. Als u een geldig pasje heeft. En dan komt er ook nog eens een keer bij tot vaak de pasjes zijn toebedeeld aan andere restcontainers. Als degene die je aan de overkant van de weg ziet staan. Ja. Er valt nog genoeg te verbeteren blijkbaar. Loopt Breda ook niet een beetje voor de muziek uit? Inwoners, er was natuurlijk al een systeem van afscheiding met de verschillende kliko's bij de huizen. Was deze stap echt wel nodig, Tim van het Hof? Wat je eerst zag is dat mensen hun plastic nergens kwijt konden. Daar moesten ze ook voor rijden. Dat werd ook gedaan. En volgens mij, wat ik eerst ook zei, de doelstelling is juist dat we met z'n allen het makkelijker maken om afval te scheiden. Dus je hebt nu ook een extra plastic container waar mensen hun plastic in kwijt kunnen. En dat leidt uiteindelijk tot minder afval en minder afvalbelasting en is ook goed voor het milieu. En dat is volgens mij de doelstelling die het moet zijn. Ja, er gaan een aantal dingen fout, maar laten we wel wezen, in 80-90% van Breda gaat het gewoon goed. En die dingen die we moeten aanpakken, bijvoorbeeld de zaken van het pasje dat niet werkt, die problemen lossen we op. Mirjam Haag, er wordt van alles aan gedaan. Als je het sentiment in de stad ook hoort, wat gaat er dadelijk in de zomer gebeuren? Want er zijn toch wel verschillende plaatsen in de stad waar toch afvalzakken naast die restafvalcontainers komen. Dat gaat in de zomer enorm stinken. Hoe voorkomt u dat, mocht u dadelijk weer in het college zitten, dat gaat gebeuren? Ja, ik denk dat wat heel erg belangrijk is dat je bijvoorbeeld bij die restafvalcontainers heel simpele informatie geeft. Wat moet je doen als die bak vol zit of dat die dicht zit? Want dat staat er nu niet op. Nou, dat is niet zo moeilijk om daar een stap in te maken. En daarnaast heb je te maken met een systeem waar we nu 1 keer in de 2 weken het groen- en tuinafval ophalen. Ja, daar is de vorming van maden, waar het veel over gegaan is in de zomer, is daarbij een groot risico. Ik vind dat we zo flexibel moeten zijn met elkaar om te kijken dat je dan in de zomer of groen- en tuinafval meerdere malen ophaalt, of zo'n goede informatie verspreidt dat iedereen ook beseft en weet hoe je kan voorkomen dat gebeurt bij je thuis. En wat u betreft mag dat ook extra geld kosten. Want als je het afval vaker wil ophalen dan over de GFT, dan dat mag wat u betreft? Het mag. Betere dienstverlening, daar mag je ook best wat meer voor vragen. De vraag is of het nodig is. Want je kunt het flexibeler maken. Nou, ik ben blij dat we hier in ieder geval de PvdA aan onze zijde kunnen vinden. Want Breda 97 heeft hiervoor juist een motie bij de begrotingsbehandeling voor ingediend. Die is door de raad aangenomen. En het is eigenlijk om te huilen tot je hem terugkrijgt van het college. Gaat u maar per huishouden €4,50 extra vragen. We geven €8 terug bij deze belastingheffing, omdat er iets afgesproken is door de coalitie. En ik zou zeggen, geef dan ergens wat minder geld dan uit, maar los dit probleem op. Dan hoeft er geen stinkende bak in de tuin te staan, die toch dankjewel, al heel veel plek inneemt. Dankjewel, Peter Vissers, voor de bijdrage. Ja, er zijn twee partijen die hun wildcard hebben ingezet. Dat is de Volkspartij Breda en GroenLinks. Jamal El Khadouri van de Volkspartij Breda. Jouw reactie. Ja, dankjewel. Waar het vooral aan zit is wat vorige week in Breda Noord is duidelijk gemaakt bij het debatje. En daar kwam dus heel duidelijk naar voren dat de bewoners echt wel willen, maar het niet kunnen. En dan is het natuurlijk ook de vraag, vooral de huidige college naar hun toe dan, de vraag van, zijn ze bereid om hiervan te leren? En waarom is er niet eerst een experiment geweest om eventueel te leren daarvan en dan bijvoorbeeld dit soort consequenties aan te zien? Vraag aan Tim van Toff, eigenlijk indirect.
Waarom is er niet eerst een proef geweest? Ja, graag. Ja, omdat je kijkt, en wat er net ook gezegd werd, hè, de frequentie moet omhoog van de GFT. En we moeten de mensen voorlichten. Nou ja, voorlichten doen we al, ik zei al, afvalcoaches. Aan de andere kant, we hoeven de afvalbelasting niet omhoog te gooien. En want juist doordat we nu, hè, sinds een aantal weken, is het hele systeem ingevoerd. Betekent dat we niet met het oude systeem en het nieuwe systeem naast elkaar laten draaien. Maakt ook dat we gewoon, zonder dat we de belastingen op hoeven te verhogen, gewoon wel het afval vaker in de zomer op kunnen halen. Maar het is dus een kwestie van gewenning, Jamal. Maar meneer Van Hof, dan komt het wel even terug naar de vraag, en dat is even heel concreet dan. Waarom is er niet een experiment geweest van een bepaald gebied dat daarnaar gekeken is om daarvan te leren? Want op dit moment werkt het gewoon niet en moeten we echt iets anders gaan toepassen? Die zijn er. Die zijn er in andere steden geweest. Gaat u maar zoeken. Omgekeerd inzamelen. Er zijn experimenten in heel veel steden geweest. En we zijn begonnen. Even een correctie, sorry. Mag ik even? Breda is nog steeds Breda en niet Tilburg of Rotterdam of waar dan ook. Dus dat klopt. Laten we gewoon en hier in Breda experimenteren. En daarom zijn we begonnen in de dorpen. Hebben daar eerst gekeken hoe het ging. En toen vervolgens de aantal verbeteringen doorgevoerd. En vervolgens uitgerold naar heel de stad. De intentie is ook heel begrijpelijk hoe het is ook gegaan. Maar dus dat element. Ik moet wel meneer Van 't Hof bijvallen hierin. Want we zijn echt begonnen in de dorpen. Daar wordt het plastic afval al veel langer apart ingezameld. En daar hebben we ook geëxperimenteerd. Moet dat met een eigen container of op een andere manier? En op basis daarvan is het nieuwe beleid uitgerold. Dus je moet de ervaring opdoen. Ja, we hebben nog iemand die de wildcard in wil zetten. Peter Bakker van GroenLinks. Ja, dankjewel. Ja, ik heb de laatste tijd heel veel gehoord over misstanden en over systemen. Maar waar het wat GroenLinks betreft over moet gaan is over oplossingen en over mensen. Praktische oplossingen. En volgens ons kan het beter. En het kan ook zelfs vrij makkelijk beter. Gewoon kijken. Mensen verschillen van elkaar. De ene wijk is de andere niet. Als je een proef doet in een dorp, dan weet je zeker dat dat niet in Noord een goede oplossing is. In Noord wonen behoorlijk andere mensen als in dorpen. Een soort blauwdrukplan van een consultant lijkt over de stad uitgerold. En dan krijg je dit soort dingen. Techniek lijkt boven de mensen te staan. Je moet met je pasje per se naar de dichtstbijzijnde afvalbak. Wat een onzin. Als ik van A naar B ga, dan wil ik op een andere plek mijn zak wegbrengen als dat ik van A naar C ga. Waarom zit die techniek de mensen in de weg? Tim Van 't Hof, misschien een goeie om daar even op te reageren. Waarom zit die techniek de mensen in de weg? Waarom kan ik niet met mijn zakje, als ik naar mijn werk ga, bij mijn werk het afval weggooien? Nee, er werd net gezegd, hè, we willen dat mensen juist zo dicht mogelijk bij huis, hè, ook bijvoorbeeld ouderen die moeilijk te been zijn, dat die zo dichtbij mogelijk hun afval kunnen, kwijt kunnen. Maar nou waarom niet gewoon bij willekeurig welke bak? En nou wordt er gezegd dat we aan de andere kant van de stad ons afval kwijt moeten. Ja, volgens mij, hè, wat ik net al zei, die afvalcontainers hebben we dicht ook bij huis, die restafvalcontainers. Daarnaast is de Milieustraat gratis, ook in het weekend open. Dus volgens mij is er genoeg mogelijkheden om juist in je eigen buurt, dicht bij huis, je afval kwijt te kunnen. Maar meneer Van 't Hof, waarom is er dan, je mag maar bij twee bakken je pasje gebruiken. Waarvoor niet in het hele dorp, in de hele wijk, als u bang bent dat we door de hele stad gaan rijden. En dat is ook natuurlijk niet goed voor het milieu als we met de auto van links naar rechts gaan rijden. Maar tot je gewoon iedere bak kan gebruiken, dan komt in ieder geval het afval op de juiste plek terecht. En ten aanzien van het experimenteren en het uitproberen in de dorpen, nou, daar hebben wij bij ons in de dorpen niet zo gek veel van gemerkt. Want het is gewoon ingevoerd. En tot we met plastic zijn begonnen. Ik wil graag op reageren. Want het mooie wat GroenLinks inbrengt is die menselijke component en het verschil in onze stad tussen de dorpen en de wijken. En de Partij van de Arbeid heeft vorige week een hele zwerfafvalactie gehouden. Bijvoorbeeld in een van onze wijken, waar het niet vanzelfsprekend is dat iedereen het systeem snapt en er goed mee omgaat. En ik denk dat we op die manier moeten kijken. Kom met leuke, goede, nieuwe ideeën om vervuiling juist tegen te gaan door het nieuwe systeem. En mensen in de wijken hebben daar zelf hele goede ideeën over. Nou, dankjewel. Bedankt de deelnemers van de verschillende partijen. We gaan over naar de volgende stelling. We gaan naar de tweede stelling. Door de ongeremde groei van de horeca raakt de binnenstad van Breda totaal uit balans. Ja, de gemeente Breda verleent op zich best wel gemakkelijk horecavergunningen. En daardoor raakt met name de binnenstad uit balans. Er moet veel harder aan worden getrokken om winkels, culturele zaken of ambachtelijke bedrijven in lege panden te krijgen. En die betere mix moet voorkomen dat er straks een gatenkaas ontstaat als bij economische tegenwind de horeca eventueel weer gaat omvallen. Raakt de binnenstad nu dus uit balans door die ongeremde groei van de horeca? Rut Giebels die leidt daarover het debat met CDA, SP en de Bredaanse Stadspartij.
Welkom Bob Bergkamp, Bas Maas en Paul de Jong. Een halve minuut reageren op de stelling. Ik begin bij u. Nou, laat helder zijn. Ik ben als CDA is trots op Breda. Trots op de Bredaarse binnenstad. En trots op de Bredaarse horeca. Overal waar ik kom, buiten Breda, wordt ons Bourgondische karakter benoemd en genoemd. Dus laat vooral de horeca zich ontwikkelen met nieuwe concepten. Kijk eens hoe mooi het Verkootplein veranderd is in een paar jaar tijd. En als we dan toch iets willen reguleren, nou, laten we dan de coffeeshop zo snel mogelijk het centrum uitwerken. Daar kan je me dan nog wel in vinden. Dank je wel. Bas? Ik denk niet zozeer dat de ongeremde groei van de horeca, ik denk dat die wel meevalt. Ik denk niet dat dat het probleem is. Ik denk dat we vooral moeten kijken, niet zozeer hoe vullen we die gaten op, maar waarom vallen die gaten er? En ik denk dat we daar dat scherp moeten houden. Hoe komt het dat die binnenstad het zwaar heeft? En we moeten daarom denk ik voorkomen dat we concurrentie organiseren buiten de binnenstad, door bijvoorbeeld steeds maar winkels toe te voegen aan de randen van de stad. En ook om te zorgen dat die kleine ondernemers, dat die het ook vol kunnen houden. Dus dat we ook paal en perk stellen aan het verruimen van de openingstijden. Ik denk dat we het daar met name over moeten hebben. Dank u wel, meneer de Jong. Ja, de nieuwe Bredaanse Stadspartij vindt het belangrijk dat we het karakter van Breda, dat we dat nog meer versterken. En daarbij gaat het vooral ook om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. En wat we zien, ze zijn het dus ook eens met deze stelling, wat we zien is dat het gewoon te veel wordt. Leegstand is natuurlijk nooit goed, maar dat wil niet zeggen dat je er dan maar horeca voor in de plaats zou moeten schuiven. Ik denk dat er veel meer alternatieven zijn, winkels, denk aan culturele uitingen en dergelijke, die maken een stad compleet. En daarnaast met natuurlijk de concepten, de innovatieve concepten, zorgen we ervoor dat we ook in de komende periode de beste binnenstad leveren. Meneer Maas, u zegt het gaat slecht met de binnenstad, maar we zijn best binnenstad. Hoe rijmen we dat dan? Nee, inderdaad, we hebben de beste binnenstad en daar zijn we ook trots op. En dat is hartstikke mooi. Alleen, je hebt het natuurlijk wel gezien in het verleden, wij zijn bang dat het alleen maar verder doorgaat, dat kleine zelfstandigen het steeds zwaarder krijgen om het vol te houden tussen de race zeg maar, naar de 24-uurs-economie. En wij denken, je moet ook zorgen, bijvoorbeeld bij het verruimen van die winkeltijden, daar waren wij ook samen met CDA een fervent tegenstander van. Maar wij denken juist, dat trekt een zware wissel op het privéleven van die kleine zelfstandigen. En daardoor verdwijnen die. En straks heb je alleen nog maar ketens die in elke stad treft. En dan vraag ik me af of wij het nog heel lang volhouden om die beste binnenstad te blijven. En ik vraag me ook af, bijvoorbeeld een stadspartij, die wel voor het verruimen van die openingstijden is, hoe zij dat dan voor zich zien. Maar dan heb je het met name over de retail. Ja. Deze stelling gaat over de horeca. Ja. Hoe staat het CDA daar dan in? Ook tegen verruiming van de openingstijden? Ja, wij hebben ons duidelijk tegen de verruiming uitgesproken van de openingstijden van de winkels. Het gaat nu over de horeca. Kijk, als het gaat om leegstand, je ziet op dit moment in veel leegstaande panden ook nieuwe horecaconcepten ontstaan. Prima. Hè, wij pleiten ook voor, als het gaat om leegstand, om een leegstandsverordening. Hè, winkelpanden of panden niet langer dan een half jaar leeg laten staan. En anders betaal je ervoor. En dan tref je de eigenaar in zijn portemonnee. En we hopen en verwachten dat hij daarmee geprikkeld wordt om snel naar een andere invulling te gaan. Maar als het gaat om de horeca, nogmaals, dat zorgt voor levendigheid. Dat zorgt ook voor werkgelegenheid. En we willen de komende jaren 1000 mensen meer aan het werk helpen. Ja, dat moet toch ergens vandaan komen. Dus laten we blij zijn met het ondernemerschap wat we zien. Met alle nieuwe concepten. Dus wat ons betreft, Breda, met zijn Bourgondische karakter, laat het zich vooral ontwikkelen. Maar waar eindigt het dan? De markt bepaalt dat. Maar we gaan ook niet over het aantal schoenwinkels in de stad. Dus de markt, de klant, bepaalt wel of hij of zij ergens een drankje wil drinken of ergens wat wil eten. En op het moment dat dat verandert, nou, dan komen er weer andere concepten. Daarom stimuleren wij ook zo het ondernemerschap. En met de SP delen wij ook het belang van het feit snel herbezetten. Laten we trots zijn op onze kleine ondernemers, onze startende ondernemers met name. Laten we die ook faciliteren in de leegstaande panden. En dan zien we wel wat voor concept er wordt aangeboden. En de consument zal uiteindelijk bepalen of dat wordt afgenomen of niet. Wat vindt de Bredaarse Stadspartij daarvan? Nou, als we naar die consument kijken, en dat moeten we doen in deze, dan moeten we ook kijken naar de ondernemers, die als geen ander weten wat er speelt onder die consumenten. En als je vraagt nu aan de bestaande horeca-ondernemers of dat zij erop zitten te wachten, extra horecavoorzieningen komen, dan zullen ze daar negatief op reageren. En over die negativiteit gesproken, ik hoor het CDA hier praten over een leegstandsverordening, het beboeten van leegstand. Wij zijn, de Breda Stadspartij, zijn het met CDA eens dat je leegstand moet aanpakken. Maar wij zijn meer voor de positieve oplossing. Wij willen actief partijen gaan benaderen om op een andere manier om te gaan met die schaarse invulling die we hebben in de binnenstad. En ik merk het als binnenstadbewoner, dat is gewoon iets, dat is gewoon van ons allemaal. En daar moeten we ons niet door laten leiden en laten dwingen door de markt.
wil er wel op reageren, ja. Rutte, als het mag. Kijk, want die leegstandsverordening, wij zijn ook een groot voorstander van, evenals het CDA. En ik denk dat wij heel lang geprobeerd hebben om het op een positieve manier te doen. Maar je ziet bijvoorbeeld, we gaan even niet over de binnenstad, maar bijvoorbeeld de winkelcentrum Hekswiel in de Haagse Beemden. Je ziet wat daar positieve druk, dat geeft niet het gewenste effect. De leegstand neemt daar alleen maar toe. Dus op een gegeven moment moet je wel degelijk die stok achter de deur hebben, om die in dit geval vastgoedeigenaren ook te dwingen huren te verlagen, zodat er echte winkels komen en dat die levendigheid weer omhoog gaat. En dat is, dat gaat niet alleen met een vriendelijk gesprek en een stimulans en een schouderklopje. Dan moet je echt maatregelen treffen. En ja. dan is het met name gericht op meer dwaalmilieu, moet ik me dat voorstellen? Ik kan in de binnensteden komen inderdaad voorstellen, bijvoorbeeld in de Annastraat, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld hoe het ook kan. Dat is prima, dat is inderdaad zo'n mooi dwaalmilieu. Maar in een buitenstedelijke, zeg maar, of buiten de binnenstad, echte winkelcentra in de wijken, daar is er vaak één vastgoedeigenaar. En die moet je gewoon strak hard aanpakken om dingen voor elkaar te krijgen. Oké, en daar zijn jullie... Dat gaan we doen. Beide mee eens. We gaan in gesprek. Hè. Dus het gaat niet alleen maar om de leegstandsverordening. Het is een pakket van maatregelen. Hè, bereikbaarheid is natuurlijk een belangrijk thema. De openbare ruimte goed op orde. Hè, de loper uitleggen vanuit het gemeentebestuur met een ondernemersloket. Dat als je in deze stad iets wil als ondernemer, dat je snel en goed geholpen wordt. Dat helpt ons verder. En dat helpt ook die duizenden mensen verder die aan het werk moeten. Of je nou van de praktijkschool komt, of dat je al 55 jaar bent en al een aantal jaren aan het werk aan het zoeken bent. Laten we de werkgelegenheid bevorderen in de stad. En dat doen we door ondernemers te helpen, te ondersteunen, te faciliteren. Klein en groot. Dank je wel. Nou, hij is niet zo groot, dus ik kan er makkelijk overheen praten. Kees van der Horst van Bob, die heeft de wildcard ingezet. Nou, hij staat meteen naast jou. Dat klopt natuurlijk. Kijk, ik ben niet zo groot. Bob is al groot. Maar kijk, het leuke daarin is... Dankjewel. Nee, dat is voor Bob. Kijk, het leuke daarin is... Er wordt net gezegd van het is makkelijk dat de gemeente vergunningen afgeeft. Praat eens met een ondernemer en vraag eens hoe makkelijk krijgt u een vergunning. Nou, dan wordt hij helemaal ziek, want dan moet hij zijn vetvangpunt moet hij aanpassen. Die zit daar net een stukje op het verkeerde terrein. Dus met andere woorden, kijk naar het oude pannenkoekenhuis van de heer Van Wanrooy. Die zei op een gegeven moment van, ik ben 65, klaar is Kees. Dat was een hele leuke term. Maar voordat de verbouwing er eindelijk door was, waren we een hele tijd verder. Als je dan doorgaat op die stelling, wat vind je dan van die horeca? Ja, laat die horeca zichzelf ontwikkelen. En als iemand een kans ziet, laat hem dan nemen. Je krijgt nieuwe concepten, je krijgt een concurrentie. En voor ons, Bredaners, is het gunstig. Want als er veel horeca is, worden vanzelf de prijzen lager. Ik kan daar goede voorbeelden van in andere steden. Dus met andere woorden, wat mij betreft, laat die horeca zich ontwikkelen. En anders krijg je ook nog het grote probleem dat op een gegeven moment een vergunning geld waard zou zijn. Dus dan ga je niet het pand verkopen, maar in feite de vergunning. Dus dan drijft dat de kosten op. Dus met andere woorden van, laat het los, laat het vrij, denk liberaal, denk lokaal. Dus wat Bob betreft, wordt het bier een stuk goedkoper in Breda? Ja, maar ook de frisdrank en ook de koffie en ook de thee. En heeft dat weer een aanzuigende werking omdat het goedkoper is. Dus er komen er meer toeristen, er komen er meer Belgen. We zien de motie van Bob graag tegemoet om de prijzen te verlagen. Nee, hoor. Nee, maar ik ben het met Kees eens. Het ondernemersloket, precies wat hij zegt. Hoe gaat met de gemiddelde ondernemer maar eens praten over de plannen die je in de stad hebt. En hoe snel kan het en hoe goed word je geholpen. Dat ondernemersloket waarin je de dienstverlening bundelt, waarin je mensen neerzet. En die zijn er in het stadskantoor met kennis en betrokkenheid om snel naar een goed antwoord te gaan. En als iets niet kan, mee te denken in alternatief. Ik ben er echt van overtuigd, het CDA is ervan overtuigd, dat dat echt helpt in de ontwikkeling van de stad. Dus als ik het allemaal goed begrijp, dan blijven wij eeuwig de beste binnenstad als het aan jullie ligt. Dus dat ons dank je wel. Ja. Derde stelling. Mensen in de bijstand moeten verplicht een tegenprestatie leveren door zich een aantal uren per week voor de maatschappij in te zetten. Ja, veel mensen zitten thuis met een uitkering terwijl ze goed in staat zijn om werk te verrichten. Zolang ze nog geen echte baan hebben, kunnen ze meehelpen om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor ouderen of door de stad schoon te houden. Zo wordt ook voorkomen dat ze in een sociaal isolement terechtkomen. Wel of geen tegenprestatie voor Bredanaars in de bijstand. Paul van Linden leidt het debat met VVD, PvdA en met Trots. Ja, en dat debat gaan we doen met Thierry Aartsen van de VVD, Mirjam Haag van de Partij van de Arbeid en Yvonne de Heer van Trots Opa. Als eerste, Thierry, in hoeverre mag je van mensen een tegenprestatie verwachten als ze in de bijstand zitten? Als het even tegen zit in het leven en je raakt je baan kwijt, dan kun je uiteraard rekenen op een bijstandsuitkering in Breda. Maar we vragen er wel wat voor terug. Dat is wel zo eerlijk. En voor wat hoort wat. Ik kan niet uitleggen
aan iedere Bredanaar die 's ochtends om 7 uur op zijn fiets stapt of in de auto stapt en naar zijn werk toe gaat, dat wij aan duizenden mensen in Breda geld geven vanuit de gemeente zonder dat we daar iets voor terugvragen. Dus wij zijn voor een tegenprestatie. Laat mensen een bijdrage leveren aan de samenleving. Laat ze koffie schenken in het verzorgingstehuis, lijnen trekken bij de voetbalvereniging of sneeuw scheppen bij NAC. Wat ons betreft stoppen we met de vrijheid, blijheid in de bijstand en vragen we gewoon iets terug om iets terug te doen aan deze mooie stad. Helder. En hoe staat de PvdA daarin, Mirjam Haag? Ja, de Partij van de Arbeid vindt het heel erg belangrijk om de tegenprestatie op een goede manier in te vullen. Wij zijn geen tegenstander van de tegenprestatie. Want iedereen kan iets, iedereen wil iets en dan mag van ons iedereen ook wat doen. Belangrijk bij het invullen van die tegenprestatie is wel dat je kijkt naar wat mensen daadwerkelijk kunnen en wat mensen echt verder brengt om uit die bijstandssituatie te komen. Dus verplicht sneeuwruimen of het bos opruimen, omdat dat nou moet van de overheid, daar schieten we waarschijnlijk weinig mee op. Maar kijk naar wat mensen kunnen, wat mensen verder brengt, zodat ze ook hun situatie verbeteren. En hoe staat de trots opa erin, Yvonne de Heer? Nou, de tact is om met mensen om te gaan en ze zo te krijgen dat ze dat ook leuk gaan vinden. Kijk, en de mensen zijn niet voor niks in de bijstand. En natuurlijk zijn er die in de bijstand zitten die je beter op een andere manier moet aanpakken. Maar maak voor iedereen samen, en dat doen ze op dit moment al in Breda, maak samen een plan met zo iemand en stuur hem daarin verder dat het ook, en zij, dat het ook gebeurt. En dat ze ook best een tegenprestatie mogen geven. He, je hebt de tuintjes, je hebt inderdaad, er zijn al een paar voorbeelden genoemd. En zo kun je er nog meer verzinnen. En als de mensen daar een beetje gevoel voor hebben en het leuk vinden, dan ben je geslaagd. Dankjewel. Die tegenprestatie, jullie hebben het nadrukkelijk in het programma opgenomen van de VVD. Hoe ziet u dat concreet voor zich, een tegenprestatie? Wij vragen aan mensen gewoon om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat mogen ze zelf verzinnen wat ze gaan doen. Maar wat ik wel vind is dat we dat... Hoezo zelf? Is dat niet heel vrijblijvend zelf verzinnen wat ze mogen doen? Voor mij hebben mensen heel veel goede ideeën over wat ze kunnen doen. In welk verzorgingstehuis ze dat willen doen. Bij welke vrijwilligersvereniging. Wat ik veel belangrijker vind is dat het wel verplicht wordt. Want ik hoor hier twee verhalen dat ze voor een tegenprestatie zijn. Dat is allemaal heel mooi. En als het puntje bij paaltje komt, blijft het vaak slappe hap. Want zijn we dan ook bereid, en vraag ik aan mevrouw Haag, bent u dan ook bereid, als mensen geen tegenprestatie te leveren, om dan ook gewoon de uitkering te stoppen? Ja, dat is een heldere vraag gelijk. Ja, meneer Aerts heeft het over slappe hap. Nou, het is onderdeel van participatiewetgeving en het staat gewoon in de wet. Dus harder kun je het niet maken wat dat betreft. Maar waar het om gaat, is dat je niet een tegenprestatie door de strot duwt bij iemand die het bijvoorbeeld niet kan. Duizenden mensen zitten er in de bijstand. Duizenden mensen zijn hele verschillende mensen. Sommige mensen kunnen heel veel, andere mensen kunnen minder. En daar moeten we met z'n allen oog voor hebben. Dus die mooie woorden van de VVD en af en toe die harde woorden die ze het ook spreken over. Hè, u heeft het over de bijstand, over dat je geen luxe artikelen mag kopen en dergelijke. Nou, kijk gewoon naar de mensen. Kijk naar wat ze kunnen, wat ze willen. En dat brengt iedereen uiteindelijk veel verder. En als het over kunnen en willen gaat, bijvoorbeeld mevrouw de heer, mensen die gewoon niet willen, wat mag je daar wel een tegenprestatie van verlangen? Hoe ga je daarmee om? Als mensen die willen, dan moet je nog proberen als coach om ze zover te krijgen. En als ze dan nog niet willen, ja, dan moet je maar een sanctie doen. Daar ben ik het wel mee eens. Maar voor de rest niet. Er zijn ook mogelijkheden om mensen met behoud van uitkering laten te werken. Sterker nog, om ze bijvoorbeeld €200 per maand erbij te geven. Dat gebeurt in Amsterdam. Hoe staat u daar tegenover? De staatssecretaris Tamara van der Ark vond dat onlangs een goed idee. Is iemand van uw eigen partij? Ja, kijk, we kunnen het hier over hebben, over een paar euro bijverdienen. Wat ik veel belangrijker vind, wat ik veel erger vind, is eigenlijk nog wel dat we afgelopen jaren beleid hebben gevoerd dat gewoon niet werkt. In 2016 zijn het aantal vacatures in Breda verdubbeld. Er is nergens in Nederland zo geschikt voor kansen op een baan als in Breda. Meer dan 70%. En als je dan gaat kijken naar het aantal bijstandsuitkeringen, dan zie je dat aantal is toegenomen. Ja. Het aantal vacatures verdubbeld en de bijstandsuitkeringen nemen toe. En dat betekent dus dat wij veel te slap zijn. We moeten stoppen met dat vrijheid-blijheid-beleid. Ja. We moeten dus tegen mensen zeggen, u moet aan de gang. Ook als u niet wilt, dan maakt u maar zin. Ja. Dan maakt u maar zin. Dan hebben we elkaar. En dan gaan we aan de gang. Er is dan een verschil tussen aan de gang. We moeten in een verzorgingstehuis en mensen in een reguliere baan dwingen aan het werk te gaan. Wat mij betreft, zolang mensen niet een reguliere baan hebben,
gaan ze gewoon een tegenprestatie leveren. En dat is een verplichting. Ze mogen zelf verzinnen wat mij betreft wat ze gaan doen en bij welk verzorgingstehuis ze dat gaan doen. Maar op het moment dat ze dat niet leveren, dan moeten we ook streng zijn. En geen slap hap beleid. Dan moeten we streng zijn en ook de uitkering durven stoppen. Ja. Nou, dat, en er zijn de vele vacatures die in Breda zijn, waar meneer Aartsen het over heeft. Hoe kunnen we daar niet op een of andere manier de mensen die in de bijstand zitten meer naartoe duwen desnoods? Ja, nou dat maakt het nou zo interessant om ook te experimenteren met werken naast de bijstand. Laat mensen weer die werkervaring opdoen. En laat ze daar ook vooral beter van worden. Als iemand gaat werken terwijl die in de bijstand zit en hij moet daarvoor geld inleveren en hij moet toeslagen inleveren, dan is de stimulans om te gaan werken gewoon uiterst klein. Dus Partij van de Arbeid is er echt voorstander van dat we echt gaan werken naast de bijstand en zo stapje bij stapje naar die betaalde baan toe gaan. En ik denk dat meneer Aartsen het met mij van harte eens is dat als die banenmarkt weer aantrekt, die economie trekt aan, we krijgen meer banen, laten we dan de tegenprestatie zo gericht mogelijk inzetten, zodat mensen dat wat ze doen ook kunnen meenemen naar daar waar de banen zijn. Want het is ook aan de overheid om die aansluiting te verzorgen. En je kunt niet de mensen in de bijstand de schuld geven dat ze die niet vinden. Ja, want meneer Aarts lokte wat uit. Die had het er dan over dat je moest zorgen dat er banen zijn. En als die er zijn, moeten ze naartoe gaan. Nou, ik weet toch wel dat uw wethouder toedertijd een pracht idee had van we met de ondernemers, wij zorgen dat ze bij jullie komen. Jullie betalen ze, na afloop moeten ze bij jullie in dienst komen en dan betalen wij jullie terug. Wat deden die ondernemers? Dat was een prachtig iets. Maar na een tijdje als ze bij hun waren, ontsloegen ze ze weer. En dat is wat de VVD doet. Die komt met ideeën waarvan ik van zeg, dan moet je dan ook echt waar kunnen maken en niet zomaar lopen te schreeuwen. Ja. Moeten de ondernemers meer hun verantwoordelijkheid nemen? Even een hele korte reactie voor we naar de Waalkaart. Dat doen ze, laten we heel eerlijk zijn, hè. In de zorg, in de logistiek, in de horeca, in de techniek. Mensen staan te springen om mensen. Op dit moment lopen er in de kou postbodes extra rondes, omdat ze van gekkigheid geen collega's weten te vinden. Dus laten we ophouden met smoesjes verzinnen waarom mensen niet aan het werk kunnen gaan. En laten we mensen net even wat harder vragen om te gaan lopen. Helder. Om die baan in te vullen. Okay, we gaan over naar de Waalkaart. De Waalkaart is ook ingezet. Joep Tax van 50PLUS heeft die ingezet. Dus u mag reageren. De wettelijke verplichting is volstrekt duidelijk. Er moet een tegenprestatie geleverd worden. Dan kun je niet aan tornen. Dat vindt 50PLUS ook. Maar die moet wel steeds de tegenprestatie dienstig zijn aan de terugkeer van betrokkenen. Arbeidsproces, reïntegratie. Betekent een opleiding volgen of iets dergelijks. Vrijwilligerswerk. Het moet steeds dat doel dienen. En ik proef toch vaak in discussies, ook vandaag weer, dat men een soort strafmaatregel vindt. Dat hoor je bij de VVD. Ik vind dat eigenlijk volstrekt eigenlijk een heel onbehagelijke discussie opleveren. Want mensen die in de bijstand zitten, zijn soms wel eens een keer mensen die land ervan. Dat komt wel eens een keer voor je. Daar moet je dus druk op uitzetten. Maar heel veel mensen komen tegen hun eigen keuze in de bijstand. Denk aan de 50-jarige die ontslagen wordt, die in de bijstand komt, die op een lager inkomen komt, ze in grote financiële problemen komt. Moet je iemand dan een tekenprestatie laten leveren die volstrekt afbreuk doet aan zijn eigen persoon. En dat is wat ik bij de VVD vaak beluister. Ik moet zeggen, de heer Aartsen was nu ietsje genuanceerder dan hij in het verleden vaak was. Aldoende leert men. Ik heb nog steeds een grote afstand met de VVD op het punt van het sociale beleid. En ik heb dat al bevestigd hier vandaag ook weer. Ja, maar dit is met name richting VVD gericht. Ja. Dus theoretisch heeft meneer Tax natuurlijk gelijk. Hè? Op papier is het zo dat je een tegenprestatie moet leveren. Als je in de praktijk gaat kijken, zie je dat er in Breda dat gewoon niet gebeurt. Er wordt niet gesanctioneerd omdat mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen als ze geen tegenprestatie leveren. Ja. We hebben altijd gezegd, tegenprestatie moet worden geleverd. Wat mij betreft mag u zelf bepalen wat daarbij het beste past. Op één voorwaarde, u levert een tegenprestatie. Ja. Dus maatwerk. Ik kies voor maatwerk. Maar wel sanctioneren. Door elkaar. Mirjam maakt hier een laatste opmerking over. Waar ik niet mee eens ben, is dat het onvoldoende gebeurt. Ik vind het fantastisch hoeveel mensen uit de bijstand zich heel goed inzetten voor een ander in Breda. En dat gebeurt iedere dag weer opnieuw. Alleen de mensen, het hebben over de mensen in de bijstand, het zijn duizenden mensen. Daar zitten ook mensen bij, meneer Aartsen, die gewoon al jarenlang 3 keer per week solliciteren en niet aan die baan komen. En je kun je niet over één kam scheren met mensen die niet willen. Dus nuanceer het. Kijk naar wat mensen kunnen en willen. En zet daar als overheid nou eens in. Juist door de slappe aanpak zitten die mensen. Bedankt meneer Aartsen. Bedankt mevrouw Haag. Bedankt mevrouw de heer. We gaan door naar de volgende stelling. De vierde stelling. In het buitengebied van Breda mogen geen extra woningen worden gebouwd. Met name in de dorpen in Breda is er veel vraag naar nieuwe woningen. Dat kan echter ten koste gaan van het groen in het buitengebied.
beter is om de ruimte te benutten die er binnen de bebouwde kom is, want daar is nog veel ruimte in Breda. Dus wel of geen extra woningen in het buitengebied van Breda. Wijnald Nijs die gaat het debat leiden met CDA, D66 en Volkspartij Breda. Inderdaad, en namens het CDA Bob Bergkamp, welkom. Namens D66 Tim van het Hof, welkom. En namens de Volkspartij Breda, Jamal El-Khadouri, welkom. Om te beginnen met Bob Bergkamp, CDA, graag uw eerste reactie. Ja, ik ben blij met deze stelling, want ik kan er heel duidelijk over zijn. Het CDA vindt het van groot belang dat de dorpen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. We zijn trots op onze dorpen, op de gemeenschappen die daar sterk zijn. Dat betekent dat ook jonge mensen in die dorpen moeten kunnen blijven wonen op een betaalbare manier. Maar ook ouderen. Er zijn voldoende initiatieven, ook met het collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus wat ons betreft, en dat is absoluut geen tegenstelling, kunnen de dorpen zich ontwikkelen en blijven we zuinig op het buitengebied. Hartstikke mooi, dankjewel. Tim van het Hof, namens D66, graag uw eerste reactie hierop. Nou ja, kijk, Breda is een stad waar je goed kan wonen in het groen. En als je kijkt naar de woningmarkt, dan zit daar druk op. Hè? Mensen hebben moeite om een woning te zoeken. En dat is niet alleen in het dorp, dat is ook in de stad. En als het, wat D66 wil, is dat we extra gaan bouwen. En we geven erbij de voorkeur om inderdaad de plekken binnen de huidige bebouwing, om die eerst in te vullen, voordat we eventueel aan de randen van een dorp gaan bouwen. Maar wat als we daar gaan bouwen? Absoluut niet in het groen. Helder standpunt. Namens de Volkspartij Breda, Jamal El-Khadouri. Eerste reactie op deze stelling. Zolang er nog een wachtrij staat, een wachtlijst is, dat mensen 5 jaar of langer wachten op een sociale woning, vinden wij dat zeker ook gekeken moet om ook te bouwen buiten het gebied. Maar ook heel bewust, als we gaan bouwen, dat we bewust gaan bouwen. Dus ecologisch duurzaam bouwen is heel relevant. Dank u wel. Bob Bergkamp, wat u betreft mag er aan de randen van de dorpen gebouwd worden. Hoeveel woningen hebben we het dan over? Prinsenbeek en Bavel, mag er dan 10, 100, 1000 woningen in de weilanden gebouwd worden? Ja, laat de behoefte dat vooral bepalen. Hè, maar dat goedkoop bouwen, huur, maar ook koop. Ik denk als je een plan maakt, zeker naar Ulvenhout en Bavel en Teteringen, dan en Prinsenbeek. Hè, maar Teteringen is natuurlijk best wel aan de beurt geweest met de ontwikkeling daar. Maar juist die 3 andere dorpen, daar is zoveel initiatief. Ook kleinschalig, hè, jongelui die samen iets willen opzetten, goedkoop. Dus ik denk als je met een paar 100 woningen de komende tijd, als je die reserveert voor de ontwikkeling aan de dorpen. En we gaan echt niet midden in het Ulvenhoutse bos een nieuwe wijk neerzetten. Maar aan die tegenstelling mag is er niet. Maar aan de randen kan er genoeg. En daarnaast is er voldoende ontwikkelruimte om ook in Breda zelf door te gaan. Dus het is geen tegenstelling. Maar ik vind wel dat de dorpen de afgelopen jaren echt zijn achtergesteld als het gaat om aandacht op het gebied van wonen. Helder verhaal. Dus daar hebben we wat te doen. Tim van het Hof. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Want het is niet een alleenrecht van de dorpen dat daar een nood op de woningmarkt is. Vrienden van mij, afgelopen weekend nog gesproken, die gewoon een huis aan het zoeken zijn, zich helemaal suf zoeken, 2 jaar lang een van de 80 kijkers zijn en met nog genoeg plek binnen de stad waar we kunnen bouwen. Daar moeten we op focussen. En ja, hè, bijvoorbeeld bij Nieuw-Wolfslaar, CPO-project, mooi dicht, hè, tegen Bavel aan en tussen Breda. Fantastisch, moeten we doen. Maar laten we nou alsjeblieft niet allemaal buiten die randen gaan bouwen. Wat u betreft waar het niet noodzakelijk is. Geen woningen in de weilanden rondom de dorpen. Geen woningen in de weilanden rondom de dorpen? Niet in de natuur. En volgens mij, en dan kijk ik op mijn collega van het CDA aan, of hij bereid is om op agrarisch grondgebied te gaan bouwen. Ja, want dat hoor ik hem wel zeggen. De weilanden, daar kunnen we gaan bouwen. Ja, maar dat is bespreekbaar. Daar waar er zijn steeds, als we ook agrariërs een nieuwe ontwikkeling geven elders, waar ze zich wel kunnen ontwikkelen, dat is een kwestie van ruimtelijke ordening. En dat is dus met elkaar een plan maken. En het is niet of-of, het is en-en. Maar nogmaals, we gaan helemaal niet echt midden in een ecologische hoogstructuur gaan we natuurlijk bouwen. Er is genoeg te doen aan de randen van de dorpen. Echt waar. Jamal El-Khadouri, zou gebouwd mogen worden wat u betreft aan de randen van de dorpen? Dat heb ik net ook al gezegd. Zeker bouwen, want het is ook nodig. We moeten ook zeker ook gaan kijken naar leegstaand op dit moment in de stad. Dat we daar ook gewoon gebruik van kunnen gaan maken. Er zijn nog steeds genoeg mogelijkheden
en plekken waar we kunnen bouwen in de stad zelf, hè, binnen de gemeente. Dus als we gaan kijken naar de natuur, ja, ik bedoel van, het is deel van de Breda's karakter. Hè. Ik bedoel van, als je rond gaat fietsen hier, dat is toch een van de mooiste dingen dat je hier kan vinden in Breda. Maar het verhaal is natuurlijk dat de mensen in Prinsenbeek, en Bavel, en Tetering en Ulfhout, dat die niet in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Is dat erg dan, dat niet kan? Ja, ik vind dat, het CDA vindt dat heel erg. Hè. Wij koesteren de cultuur, de samenhang, de initiatieven, de verenigingen. Die dorpen zijn juist het voorbeeld voor heel veel anderen. Ook als het gaat om ouderen. Het zorgen voor elkaar. Als er ergens voor elkaar gezorgd wordt, is het in de dorpen. Geef dan ook ruimte voor een kleinschalige ontwikkeling, waar bijvoorbeeld 4-5 gezinnen een CPO-project willen ontwikkelen. En nogmaals, dat gaan we niet meer in het bos doen. Dat doen we aan de rand. En als het nodig is, in die ontwikkelingen, komt ook vaak een mooie tuin terug. De openbare ruimte wordt aangepakt. Dus ik denk dat het uiteindelijk ook de kwaliteit van de omgeving verbetert. Is dit een probleem wat Breda alleen moet oplossen? Of ligt er ook een taak voor de randgemeente? Ja, wat deze sessie betreft is de woningmarkt regionaal. Dus je moet ook regionaal zorgen dat mensen die, als ze zich willen vestigen in Breda en omgeving, dat daar voldoende plek is. Neemt niet weg dat de druk op de woningmarkt in Breda nu gewoon heel hoog is. Er zijn heel veel mensen die in Breda willen wonen. We hebben nog heel veel plek waar we kunnen wonen. Denk aan het havenkwartier wat we kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Denk aan het CSM-terrein, de Faam, de Hero. Zomaar even een aantal terreinen die we op kunnen noemen. En daar moeten we gaan bouwen. Daar moeten we echt zorgen dat we stedelijke kwaliteit mixen met groen. En dat wil deze sessie de komende periode doen. Nou, oké. Helder. Jamal El-Khadouri. Ja, een van de ideeën dat vanuit de Volkspartij ook komt, en dat is dus het punt van dat wonen zeer belangrijk is en dat we ook moeten gaan bouwen. Maar wel is het zo dat het groene gedeelte van Breda moet ook behouden worden. Dus eventueel dat we bij elke woning, ik geef maar een voorbeeld, misschien vinden jullie dat ook een leuk idee, dat we daarmee aan de slag gaan. En dus bijvoorbeeld een boom gaan planten voor elke woning. Een boom voor elke woning. Inmiddels aan mijn linkerzijde Peter Vissers, Breda 97 voor de wildcard. Ja, want hij heeft de wildcard ingezet, dus Peter, vertel het maar. Ja. Nou, ik heb net mijn collega's al heel veel horen zeggen over bouwen. Breda 97 staat voor bouwen, ook voor senioren en jongeren in het eigen dorp, in de eigen wijk, waar je opgegroeid bent, waar je oud wil worden, waar je wil blijven. Breda 97 heeft dan ook in zijn programma opgenomen om eigenlijk, net zoals heel vaak in programma's opgenomen is, sociale woningbouw, ook 10% CPO op te nemen voortaan bij iedere ontwikkeling. En wij zijn heel erg benieuwd of wij daar deze partijen in kunnen vinden. Hoe kijkt de Volkspartij, D66 en het CDA tegen dat soort uitgangspunten? CDA, Bob Bergkamp. Nou, pas hebben een aantal jongelui ingesproken in de gemeenteraad. Een initiatief vanuit het collectief particulier opdrachtgeverschap, daar waar het CPO voor staat. En die hebben kenbaar gemaakt dat iedereen het er wel over heeft, maar dat er veel te weinig gebeurt als het gaat om hulp en steun. Dus even los van die 10%, dat vind ik allemaal prima, gaat mij veel meer om de ondersteunende functie vanuit het stadskantoor. Laten we zorgen dat we die initiatieven die er zijn, dat we die maximaal faciliteren. Al dan niet met wat posities in het grondbedrijf. Laten we ze meehelpen, meedenken. Dan komen die mooie CPO-initiatieven echt tot ontwikkeling. En dat vind ik belangrijk als CDA. Ja. De CPO, maar dat is misschien maar voor een kleine groep weggelegd. Volgens mij heeft D66 ook in het programma staan om in het uiterste geval zelf maar ontwikkeling op gang te brengen. Is dat aan de orde? Nee. Als het CPO-verhaal betreft, ja, daar geven we ruimte voor. En ja, dat moeten we stimuleren. We doen dat bijvoorbeeld bij de Wisselaar. Is dat een oplossing voor het probleem, het nijpende woningtekort? Nou ja, je ziet dat mensen gewoon steeds meer zelf invulling willen geven aan hoe wordt mijn huis gebouwd en hoe wordt dat ingericht. En dat kan je met CPO doen. En wat we bij de Wisselaar doen, en dat u zegt, van het is misschien niet voor iedereen weggelegd, het is juist wel voor iedereen weggelegd. Want wat we nu bijvoorbeeld bij de Wisselaar gebeurt, is dat er huizen worden gebouwd, hè, sociale koopwoningen noemen we dat. En die zijn ook bereikbaar voor mensen die wat minder te besteden hebben. Zodat ze wel een eigen woning kunnen kopen en een eigen vermogen op kunnen bouwen. Mooi initiatief. Een paar jaar geleden. Dank u wel, alle lijsttrekkers. Einde van deze stelling. We gaan over naar de volgende. Oké. Ja, bedankt. We zijn alweer toe aan de voorlaatste stelling. Stelling 5. De auto moet binnen de singles veel meer plaats maken voor groen en fietsers. Ja, de binnenstad van Breda die slipt dicht qua autoverkeer. Ruimte voor meer wegen is er simpelweg niet. En uit ANWB-onderzoek blijkt dat 30% van de fietsers zich regelmatig niet veilig voelt in Breda. En uit de eigen binnenstad-enquête blijkt dat de bezoekers de groenvoorziening van Breda met slechts een matige 6,7 waardeert. Dus wel of niet meer ruimte voor groen en fietsers binnen de Bredaanse singles.
Rut Giebels die gaat het debat leiden met Bob GroenLinks en 50PLUS. Ja, welkom Kees van der Horst van Bob, Peter Bakker van GroenLinks en Joep Tax, Heer Tax van 50PLUS. Auto, fiets. Kees van der Horst. Ja, dat is denk ik een hele duidelijke. Kijk, als je op een gegeven moment alleen maar gaat fietsen en je hebt zo'n fietstas, dan kan je geen televisie in stoppen. Wel een paar geitenwolle sokken, maar ja, dat gaat niet werken. En als we willen dat de binnenstad zo wordt dat je alleen maar kleine dingetjes mee kan nemen. Ja, want wie neemt er iemand in de zaal? Wie neemt zijn televisie mee achter op de fiets? Niemand? Nou, oké. Dus wil je een groot bereik houden van mensen die in jouw stad, onze stad, komen winkelen, dan zou je moeten zorgen voor dat die bereikbaar is, dat je parkeerplaatsen hebt. Dus zet niet heel de stad op zijn kop, dan vindt Bob het nog steeds top. Dank u wel. Peter Bakker. Ja, GroenLinks staat daar vanzelfsprekend heel erg anders in. GroenLinks is helemaal voor zoveel mogelijk mensen naar de binnenstad halen. Dat moet heer Van der Horst aanspreken. En wat ons betreft lukt dat alleen maar als je dat op een slimme manier doet. Hoe krijg je veel mensen naar één plek toe? Dat is te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Dus die stelling die spreekt ons heel erg aan. Hoe groener de binnenstad, hoe beter het is. En dat tv-scherm, dat kopen mensen tegenwoordig steeds vaker via het internet. Of ze gaan daarvoor naar de meubelboulevard. Dat is niet de bedoeling. Maar ik zie het standpunt van GroenLinks ook bevestigd door omwonenden, door bezoekers van de binnenstad, door mensen die fietsen. Dank u wel. Ze willen de fietser en de voetganger op 1, 2, 3 en 4. Ja, we gaan straks verder. Het is nu, ieder krijgt een halve minuut. Ik krijg altijd zo weer die kriebels. Ja, hou ze vast, die kriebels, voor dadelijk. Meneer Tax. Mevrouw de voorzitter. 50PLUS heeft naar het programma hier duidelijk aan de onderwerpen aandacht besteed. Wij pleiten voor een veilige fietsinfrastructuur in Breda, van belang voor kinderen, voor ouderen en ook voor het milieu. We zullen echter bij de inrichting van de nieuwe wegen en dergelijke willen de fiets vooropstellen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij de auto willen uitbannen. Ook zeker niet de auto verwijderen uit de binnenstad. De binnenstad moet bereikbaar blijven per auto. De detailhandel, de horeca, is gebaat bij bereikbaarheid. We hebben niet voor niets in Breda een groot aantal parkeergarages gebouwd. Die moeten gebruikt blijven worden. Die willen we absoluut niet afstoten. Maar inrichten van de straten, meer ruimte voor de fietser. Een soort fietsstraten waar de auto gast is, prima. Oké. Nu mag je reageren. Ik krijg het niet warm van die lampen, maar ik krijg het warm van dat betoog van GroenLinks. Je hebt het gehoord, mensen, ze zijn alleen maar voor webwinkels. Dus met andere woorden, van, ben je nou retailer in de stad en ga je iets doen met GroenLinks? Ja, dat is dom, want ze willen dat jij dus vertaald via de webwinkel iets koopt. En wij denken dat het juist verstandig is, wil je die horeca, restaurant en iedereen de kans geven om te overleven, dan moet je zorgen dat er geparkeerd wordt. Betreffende het groen in de stad, kijk, als je gaat kijken naar het stadhuis, mooi gebouw, en daar staan een paar plantenbakken op en die met de dode plantjes, althans een paar geraniums, en die krijgen geen water. Ooit heb ik tegen de gemeenteraad gezegd, jongens, zullen we die plantjes geen water geven? Want het gaat wel slecht, maar de waterkant er toch nog wel af. Alleen als je dat al doet, fleur je heel die grote markt op. Kijk eens naar Belgische steden, hoe mooi dat die gemeentehuizen zijn. Kees, mag op deel 1 nog even reageren, want je hebt nu twee delen, meer webwinkels. Het verhaal, dat kriebelt bij mij heel erg. Van ook al? Ook al. Ja. We hebben veel kriebels, lentekriebels misschien vanwege het GroenLinks. Die zet zich vooral in voor mensen die in de stad wonen, voor bezoekers van de stad. En iemand die in de stad wil ondernemen, die heeft profijt bij veel bezoekers. En hoe krijg je veel bezoekers? Als de bezoekers het naar de zin hebben, als ze elkaar niet in de weg zitten. Dat je niet een uur in de file staat om van de single in de binnenstad te komen of op weg naar de single toe. Dat je niet over straat, voor een straat moet staan die niet oversteekbaar is. En ik hoor heel graag het betoog van de heer Tax naast me. Van we moeten inderdaad voor oudere mensen moeten we de binnenstad bereikbaar houden. We moeten betaalbare parkeerplekken, maar ook toegankelijke parkeerplekken hebben. Maar dat hoeven er helemaal niet zoveel te staan. We hebben in Breda parkeergarages leeg staan, hele grote delen van de dag. En maar misschien is dat goed, want inderdaad, u zegt ook, u bent voor solidariteit van de generaties. Ja. Dat betekent dat u ook een verantwoordelijkheid heeft voor de jongere generatie. Nou, hoe rijmt zich dat? Daarom heb ik wel een beetje problemen met de deel van de stelling dat spreekt over meer groen in de binnenstad. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de locatie geschikt zou zijn, het evenemententerrein. Maar dat is absoluut onmisbaar. Kijk, die parkeerplaatsen kun je missen. Je hebt een parkeergarage, je bouwt een parkeergarage bij. Boven ons parkeer is eigenlijk een ontding in de stad. Als je dat terrein, wat nu voor evenementen wordt gebruikt, voor de kermis, ook met wat groen
aan zou kleden, krijg je precies datgene wat u bedoelt. Chassé. Het chassé-terrein, ja zeker. Chassé-terrein aan te kleden met wel. Groen. En zo daar kun je wat van maken. Er zijn meer terreinen binnen de stad die wij graag zouden willen vergroenen. Ja, maar daar heb ik ook stukjes over in de krant gehad. Het Molsterrein. Iedereen vindt dat in Breda heel lelijk. En volgens mij kunnen we dat met z'n allen veel leuker maken. En dan kunnen er best nog een paar auto's staan. En wat nou de oudere mensen ook. Oudere mensen worden steeds fitter. Die willen ook steeds meer op de fiets. Die willen op een elektrische fiets naar de stad. Dan moet je goede stallingen hebben. Want die dingen zijn duur. Die worden gepikt. Die moet je goed kwijt kunnen. En als we dat met z'n allen doen. Dan krijgen we ook echt veel aanloop in de binnenstad. En volgens mij gaat dan meneer Van der Horst daar fantastisch ondernemen als hij daar een winkel zou hebben. Ja, dus even de geraniums die op het stadhuis die water moeten krijgen. Nou, die hoef je water te hebben, dat zou het dan een stuk ophalen. Maar kijk wat GroenLinks zegt. Ik zie een meneer uit Antwerpen, Belgedag, kennen we hem nog? Grote files op de wegen. Ik sta daar trouwens nooit in de file als ik op de fiets naar de stad ga. Wel als ik met de auto naar de stad ga. Dus waar ligt de prioriteit? En het punt is natuurlijk van, kijk, als je dan... iets wil kopen, dan wil je het meenemen. En op de fiets naar Antwerpen, achterop een volle boodschappentas. Ik kan je verzekeren, dat gaat niet. Maar dus andere couriers, je maakt het steeds kleiner. Je ik kopers, hoor daarvan op. Dus je kopers maak je steeds kleiner. Verder is het dus zo van, alle instanties, MKB, iedereen waarschuwt van, als je dit doet, breek je je binnenstad af. Veel verstandiger is het om goede fietspaden te maken die veilig zijn, breder zijn, berekend zijn op die e-bike van Joep. Hè, zodat er niks fout gaat. Maar ook dat die mensen met die kist voor zich, dat noemen ze dan een bakfiets, dat die ook veilig kunnen fietsen. Hè. Maar dan heb je op een gegeven moment vooruitgang in je stad. Dat is innovatie. En denk nou eens een keer, als waar wij met voorstel mee komen, aan echt innovatief vervoer vanuit de randen van de stad naar de binnenstad. Maar dan zou je dat ook andersom kunnen doen. Nou. Maar misschien, meneer Bakker... Ja, ik hoor sowieso op van het betoog van de heer Van der Horst. Want het lijkt wel of hij zich meer voor mensen uit België inzet dan voor mensen die in de binnenstad wonen. En voor mensen die daar nou gewoon gezellig een kop koffie willen drinken. Dat is belangrijk voor onze stad. Als je in de binnenstad gaat flyeren, bijvoorbeeld, en je vraagt, komt u uit Breda? Dan komen de meeste mensen niet uit Breda. Dus met andere woorden, onze regio... aantrekkingskracht is enorm. Hè? En de mensen die in Breda zelf winkelen, dan moet u daar eens onderzoek naartoe. Die mensen die uit Antwerpen komen, die komen al bij de afrit van de snelweg in een verkeersopstopping te staan naar de binnenstad toe. Dat is frustratie nummer 1. Als ze dan in de binnenstad zijn... Ja, Rut, de Wildcard is ook nog aangezet door Peter Elbersen van... Volmondig, ja. Ja, precies. Ja, goed. Ja, nou, ik wil hem graag even praktisch houden, want we hebben het over... fietsers en we hebben het over automobilisten, maar we hebben ook voetgangers in de stad. Zeker. En als we nu even kijken naar de Annostraat en Molenstraat, hoe lang dat al een ergernis is als het gaat om auto's door een voetgangersgebied heen. We hebben daar nu een soort van, we zijn aan het onderzoeken of we met kentekenregistratie daar een autoluwe straat van kunnen maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het werd net ook al even aangehaald door GroenLinks. De parkeergarages staan leeg. Dus waarom gaan we niet naar een vastlaag parkeertarief toe in die parkeergarages? He, waardoor we die auto's daar vanzelf in krijgen. Dus, dus we kunnen nu al, en dat hadden we al kunnen doen, maatregelen nemen die al direct ook bijdragen aan vergroening. Want ook ondernemers en bewoners willen heel erg graag de Annastraat en de Molenstraat vergroenen. Dus maar, ik zou zeggen, zet hem op. Transferia, hoor ik hier. Daar klinkt het naar, maar zomaar de binnenstadsparkeergarages. Ik zou op het Mols niet pleiten voor verlaagde parkeertarieven. Dan hebben we het probleem al in de stad. Nee, ik heb het daar over de parkeergarages en de parkeervelden. Een PNR-voorziening, dat lijkt mij echt prima voorziening. En dan gaan mensen die van buiten komen het ook echt naar hun zin krijgen in Breda. Want dan kun je in een binnenstad winkelen zonder dat je last hebt van auto's. En dat daar ook groen kan zijn. Dus en daar lekker komen. Op een terrasje zitten, kop koffie... Dat is waar tegenwoordig mensen voor naar de binnenstad gaan. Meneer Van der Horst heeft zoveel kriebels, die wil nu wat zeggen. Een van de grootste ergernissen van de Bredana is de hoge parkeertarieven. En of die nou in de parkeergarage geheven worden of op het parkeertrein, dat interesseert zich in donder. Het gaat zo om van, ik betaal te veel. En ga nou kijken naar een onderzoek wat er in Roosendaal geweest is. Eerst hebben ze daar alle winkeliers weggejaagd. Vervolgens komt er een onderzoek van 6,5 ton. En wat is de conclusie? Parkeertarieven naar beneden. Nou, houd die 6,5 ton in je zak... Doe daar leuke dingen mee en doe het gelijk ik goed. Het tweede is, van, als je op een gegeven moment de Molenstraat kijkt... dan zie je dat er een palenplan gekomen is. Wat meneer Elbersen zegt is van... Bob is daar helemaal voor. Die Molenstraat, de inrichting afronden. Is... Ik wil heel graag deze het is, de tijd is we op. We gaan ons niet vergelijken met Roosendaal, maar met veel mooiere steden. Ja, en, dat moeten we zeker. Wij zijn Breda. En we gaan op het onderzoek. Ja. Breda heeft eigen dank kwaliteit. Dank jullie wel. Het is een onderwerp wat iedereen bezighoudt in ieder geval. Thank you.
Stelling 6. Breda slaat veel te veel door met de inspraak voor de burgers. Wijkdeals, wijkplatforms, burgersessies, Breda begroot, buurtrechten. Op tal van manieren organiseert de gemeente inspraak voor de burger. Maar diezelfde burger die ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Bovendien, waarom alles steeds aan de burgers vragen? We hebben toch al een gemeenteraad die die burgers vertegenwoordigt? Paul Verlinde gaat daarover het debat leiden met VVD, SP en volmondig ja. Ja, dit debat gaan we doen met Thierry Aartsen van de VVD, Bas Maas van de SP en Peter Elbersen van Volmondig Ja. Als eerste Thierry Aartsen, hoeveel inspraak moet de burger hebben? Wat vindt u van deze stelling? Inspraak van onze inwoners op de plannen die we maken in de stad is natuurlijk heel belangrijk. En dat is een verantwoordelijkheid van ons als volksvertegenwoordigers om dat ook te waarborgen. We moeten met mensen in gesprek, iedere week weer gaan we naar scholen, naar voetbalverenigingen en ja, ook soms in de kroeg om met mensen te praten, om te vertellen wat we doen en om te vragen wat mensen daarvan vinden. Dus dat is heel goed. Wat niet zo goed is, is dat we ieder jaar behoorlijk wat geld, 4 miljoen euro per jaar, verspillen aan wat ik noem bestuurlijke onzin. Dus bestuurlijke hobby's om allerlei dingen te organiseren waar alleen maar de participatie-elite op afkomen en een normale hardwerkende Bredaar helemaal niks mee heeft. En daar moeten we mee stoppen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Festival Democratie. He, dat waren 50 mensen met gratis eten, gratis drinken. Alleen maar ambtenaren, alleen maar bestuurders. En je kon geen normale Bredaner, kwam je daar tegen. Wat mij betreft stoppen we daarmee en luisteren we gewoon naar de echte hardwerkende Bredaners. Bestuurlijke onzin wordt dit genoemd. Bas Maas, hoe kijkt u daar tegenaan? Absoluut geen bestuurlijke onzin. Ik denk wat ons betreft is democratie vaak aan één keer per vier jaar je stem laten horen. Dat betekent dat je verantwoordelijkheden van keuzes die gemaakt moeten worden, die de mensen rechtstreeks aangaan in hun directe leefomgeving, dat je dat soort verantwoordelijkheden zo laag mogelijk legt. Dat mensen daar invloed op uit kunnen oefenen. En dat lijkt ons alleen maar heel goed. En er zijn heel veel initiatieven. Dat betekent ook dat het leeft. Dus dat zie ik hier als iets positiefs. Misschien moet het af en toe een beetje meer stroomlijnen. Dat zou kunnen. Maar ik denk wel, de macht moet je ook volgens mij en de macht eerlijk delen. Zeg maar. Of nou macht gaat om geld. Blijft toch een lastig ding voor de VVD. En dat is jammer. Maar ik zou toch de heer Aarts uit willen nodigen. Doe mee. Want het is een beweging die niet tegen te houden is. Ja. U krijgt ook die geest niet terug in de fles. Dit hoort gewoon bij een moderne maatschappij. En ja, helaas kennen we de VVD als oerconservatief op dit punt. Duidelijk wat uw mening hierover is. Volmondig ja, Peter Elbersen, u heeft hier een van uw speerpunten bij gemaakt bij dit punt. Ja, zeker. Ja. Dus, en wat wij ook zien is, we zitten in een veranderende samenleving. De heer Maas roerde dat ook al even aan. En wat we met z'n allen vergeten is dat de overheid daar ook al anticipeert. Hè? Want in 2021 krijgen we gewoon de omgevingswet. En die is er juist voor bedoeld om overheidsparticipatie naar burgers toe te brengen. Dus en wat wij doen is daar in feite een voorschot op nemen. Dus ja, wij denken dat je daar nog veel meer in zou kunnen doen. De heer Aartsen noemt dat onzin. Wij denken dat het vooral geen onzin is. We leggen verantwoordelijkheden bij burgers neer. Maar dan willen ze ook wat te besluiten hebben. Dus wij denken dat je daar zeker nog een slag kan maken. Ja. Ja. Die slag kan inderdaad niet gemaakt worden. Je ziet bijvoorbeeld zo'n Breda Begroot. Daar komen in Prinsenhaken, Prinsenbeek behoorlijk veel mensen op af. Die dan samen met elkaar gaan bekijken hoe ze het geld gaan verdelen voor hun wijk of voor hun dorp. Nogmaals, ik ben niet tegen inspraak van burgers. Daar staan wij zeker open voor. Waar ik wel tegen ben, is het verspillen van belastinggeld. En als ik nu ga kijken, als u nou wil weten hoe belastinggeld verspild wordt in Breda, dan moet u eens naar het stadskantoor gaan op dit moment. Daar staat een 5 meter lange tuinkast, een glazen kas, waarin ambtenaren en politici staan te vergaderen. Noem dat onzin. Ik zie niet hoe het neerzetten van een 5 meter grote glazen kas van Breda's belastinggeld bijdraagt aan het beter betrekken van Breda'se burgers bij wat wij als politiek doen. Is inspraak in Breda een glazen kas en een stadskantoor? Ja, ze noemde net al even in zijn inleiding zeg maar een bedrag van 4 miljoen, wat totaal onderbouwd is volgens mij. En hij noemt wel meer onzin. Volgens mij is het, hij noemt ook gestolde belangen en vasthouden aan een participatie-elite en zo. Klopt, volgens mij is maar één iemand hier die vasthoudt aan belangen. En dat zijn volgens mij, de wereld verandert. De VVD ziet dat ook, maar als die wereld een wereld is waarin jij en je vriendjes het goed voor elkaar hebben en stevig aan de touwtjes trekken, ja, dan wil je liever niet dat die wereld verandert. Maar ik zou nogmaals willen zeggen, de heer Aartsen, het is niet tegen te houden. Het gaat helemaal die kant op. Mensen pikken het niet meer dat belangrijke keuzes gemaakt worden bij de Haringparty op de Klokkenberg of bij een outdoor Brabant borrel. Dat de mensen pikken dat niet meer. Duidelijk hoe u daar tegenaan kijkt. De volmondig ja, hoe zou u dat dan willen organiseren? Nou ja, als we kijken naar Breda Begroot, dat is een mooi voorbeeld. Daar zijn we goed mee op weg, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is nog net niet
wat het zijn moet. Ik bedoel, als je echt burgers wil laten begroten, dan moet je ze ook durven laten kiezen. En dan moet je dus kosten die door zo'n wijk of dorp heen lopen, zichtbaar maken. Waardoor mensen prioriteiten kunnen stellen. Dus echte keuzes kunnen maken die voor die wijk of dorp belangrijk zijn. En daar moet wat ons betreft de komende jaren op ingezet worden. Om dat nog beter te maken, waardoor je die burger gewoon nog meer betrekt bij datgene wat er in zijn omgeving leeft. Want dat is toch wat we willen. En dat gaat niet meer door te zeggen van nou jongens, we timmeren iets in elkaar. Hè? Als straks de verkiezingen achter de rug zijn, we hebben ze gehad, komt er weer een coalitieakkoord, 4 jaar lang dichtgetimmerd. Dicht voor mooie... Ben u dan bijvoorbeeld voorstander van de kans is niet onrealistisch dat de VVD weer in een coalitie zou komen na de verkiezingen? Dat is zo'n coalitieakkoord wat opener wordt gehouden, dat het niet zo dichtgetimmerd is zoals meneer Elbersen zegt? Nogmaals, wij zijn voor invloed en wij spreken iedere dag, iedere week met heel veel maatschappelijke organisaties en partijen in de stad. Dus daar staan wij zeker open voor. Dat dichtgetimmerde coalitieakkoord, moet daar meer ruimte in zitten? Volgens mij zien wij nu in de stad dat er genoeg ruimte is voor allerlei initiatieven. De afgelopen 4 jaar zijn er heel veel initiatieven opgepopt en die worden ook gewoon besloten als onze gemeenteraad. Dus laten we ophouden met het beeld dat het alleen maar dichtgetimmerd is. Wat we volgens mij moeten focussen is dat we stoppen met het verspillen van geld aan allerlei hobby's van bestuurders, want dat zijn het. Welke hobby's dan? Concreet, u heeft net een kast genoemd. Welke hobby bedoelt u dan bijvoorbeeld? Ik noemde net het Festival de Democratie. Hè? Meneer Maas had het over een haringparty. Die wordt tenminste betaald door een ondernemer. Dat Festival van Democratie, dat wordt betaald door de Bredaanse inwoners. Die moeten er heel veel geld aan kwijt zijn. En er komen alleen maar politici en bestuurders af. En wat ik dan vind, meneer Maas zegt, mensen pikken het niet meer. Wat mensen niet meer pikken, is dat we geld aan dit soort zaken uitgeven. Oké, we helden het Festival voor de Democratie. Maar er zijn ook andere inspraakmanieren, zoals Breda Begroot, wijkplatforms, wijkdeals. Hoe voorkom je nu, meneer Maas, dat daar toch wat men dan noemt de usual suspects, altijd weer dezelfde mensen op afkomen, dat je dat toch breed kunt dragen? Volgens mij zijn er een aantal zeer succesvolle voorbeelden. Ik noem bijvoorbeeld Prinsenbeek. Prinsenbeek Begroot. Er zijn 1000 mensen erbij betrokken geweest. Dat is 10% van heel het dorp. Dat is volgens mij veel meer dan alleen de participatie-elite. Ik wil me wel even... Want het blijft onweersproken dat het 4 miljoen zou kosten waar de heer Aerts mee komt. Ik snap dat hij met een astronomische bedrag komt. Want het is ook zo'n beetje de enige financiële dekking die de VVD in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. Voor al die mooie beloftes van meer asfalt en minder belasting. Dus het enige waar ze op bezuinigen is innovatief bestuur. En dat zou dan 4 miljoen kosten. De heer Aerts heeft mij niet duidelijk kunnen maken. Oké, we komen daar op dit moment niet uit. We hebben geen fact-checker hier in de zaal zitten op dit moment. Dus we komen daar niet uit. Ik wil nog even terug naar meneer Elbersen, terwijl we naar de wildcards gaan. Over dit onderwerp hier nog. En u als volmondig wil echt dat de burger door 4 jaar lang voortdurend meebeslist over. Ja, is dat realistisch? Heb je daar niet echt gewoon een gemeenteraad voor die dat moet doen? Nou, wij denken dat het zeer realistisch is. Want als je kijkt nog weer even terug naar die omgevingswet. De rol van de raadsleden zal veranderen. We zullen steeds meer een adviserende rol krijgen. Dat is in die wet opgesloten namelijk. Dus ik denk dat dat zeer realistisch is om juist te kijken naar al die initiatieven. Want dat kan ik me wel voorstellen. Want als je kijkt wat er allemaal door een wijk heen loopt. Of dat het nou een wijkplatform of een wijkdeal of noemt het allemaal maar op, wijkplannen. Mensen hebben echt het idee dat ze elke keer aan een nieuw avontuur beginnen. En het wordt vervolgens niet afgemaakt. Oké, okay, dus helder. We maken het nu dit wel even af. Want we gaan nu door naar de wildcards. De wildcard. Veel inspraak bij dit onderwerp. We hebben 2 wildcards. We beginnen met... Paul de Jong van de Bredaanse Stadspartij. Ja, al deze mensen hebben boter op hun hoofd wat dat betreft. De burgers in Breda worden niet goed vertegenwoordigd. Als je ziet, het afgelopen bestuursperiode is er heel veel tijd kwijtgeraakt aan de coalitiebreuk, aan een mislukte formatie, aan afsplitsingen. De mensen waren veel meer op zichzelf gericht, op partijbelangen, op individuele belangen, in plaats van het belang van de burger. Dat is echt een tekort. We moeten het partijkartel aanpakken. Dat begint lokaal met een lokale partij zoals de Bredaanse Stadspartij, die alleen het belang van Breda voorop stelt. Ik wil er wel op reageren. Ja. Nou, laten we even bij mij beginnen. Bijvoorbeeld over afsplitsingen. We hebben hier volmondig wat uiteindelijk als eigenlijk wel de fractie Elbers de Groeneweg was een afsplitsing van het CDA. Is het ook maakt het voor de burger niet duidelijker, zeg maar, als partijen binnen partijen zich weer nieuwe partijen gaan vormen? Ja, nou ja, goed. Als je kijkt, het is een trend hè, door Nederland. Ik bedoel, je ziet in heel veel plaatsen, als je bijvoorbeeld Almelo kijkt, er zitten 6 landelijke partijen en 8 lokale partijen. Dus ik denk dat dat ook iets zegt over hoe de samenleving er hier dus juist in staat, zeg maar.
De twee coalitiepartijen hier, SP, VVD. Boter op jullie hoofd, zegt Paul de Jong. Ik zou die bal terug willen kaatsen. Kijk natuurlijk ook de heer de Jong, die zelf ook van die heeft ook al die diverse partijen afgelopen. En ik denk inderdaad, en in eerste instantie wil ik de heer Elbers een compliment maken, dat hij aan de wieg heeft gestaan inderdaad van het innovatieve bestuur in 2014, samen met onze wethouder, Patrick van Lunteren. Aan de andere kant is ook de heer Elbers juist met heel veel, en dat is ook juist vervelend voor hem, maar heel veel tijd kwijt geweest aan intern gedoe. En dat zie je met name bij lokale partijen. Ze zijn heel druk met zichzelf. En de trein van het innovatief bestuur heeft ondertussen niet stilgestaan, zou ik willen zeggen tegen de heer Elbersen. Hij is doorgegaan. Welkom, fijn dat u weer terug heeft. Bent dat de luiken weer openstaan, maar doe mee en vertraag niet. Doe vooral mee. Dan wil ik hem even terugpakken naar die lokale partijen. Dan ga ik toch nog even naar Paul de Jong, omdat hij zijn wildcard heeft gebruikt. De lokale partijen die jullie zijn. Hoe willen jullie dat dan even in een notendop veranderen, die inspraak? Of die burger meer? Ja, wij zijn voor een directe democratie. Dat betekent dus een veel betere weerspiegeling van de samenleving in de gemeenteraad. Die hebben we dus ook terug laten komen in de kandidatenlijst. Dat betekent dat wij zijn voor een actieve inzet van het referendum. Dat betekent ook dat we in ieder geval mensen serieus nemen. Ja. Het merendeel van de mensen die gaat niet stemmen. Dat vind ik ontzettend jammer. Dat vind ik echt een tekortkoming. Dus ik roep mensen op om vooral wel te gaan stemmen. Gebruik je stemrecht. Ja. Want op dit moment blijft het zoals het is. Heldere oproep. We gaan door de volgende wildcard. Ja, we hebben nog een wildcard. Ik vond het de heer van opa. Trots opa. Ja, ik heb heel goed zitten luisteren. Ik ben altijd heel veel bij wijkraden, et cetera. En ik merk gewoon bij een aantal wijkraden in de stad dat er heel veel taken zijn die bij hun liggen. En die kunnen zij nu onderbrengen naar bijvoorbeeld een buurtrecht. Nou, noem al die dingen maar op. Dus op zich vinden wij dat wel een goede verdeling. Dat het ook dan gespecialiseerd naar speciale zaken waar ze dan mee bezig zijn. Wat wel is, en dat is heel erg jammer, dat is dat het heel moeilijk is om daar echt mensen voor te krijgen en dat het heel vaak dezelfde zijn. En dan gooi ik dat even op, ook in sportverenigingen en alles. Ik zou een oproep willen doen om vooral degenen die na mijn leeftijd komen, om zeker je eens een keer dienstbaar te maken, om daar ook eens iets voor te doen. En daar hoort ook buurtrecht bij, hoort ook platform bij, hoort ook wijkraad bij. Want het zijn best hele goede organisaties die echt voor de burger werken. En dan komt het van onderuit, komt het dan wel een keer op het stadskantoor terecht. Nou, daar zijn wij voor. De VVD, van onderuit komt het op het stadskantoor terecht. Die buurtrechten, civil rights, hoe het ook allemaal genoemd wordt, zijn toch uitstekende instrumenten daarvoor om dat binnen te halen. Ja, nou, ik wil eerst wel even terugkomen wat hij net werd gezegd. Hè? Want meneer de Jong beticht ons ervan dat wij alleen maar bezig zijn met partijbelangen. En dat vind ik niet helemaal correct. Van de Zijn roepen is makkelijk. Ja. Volgens mij is hier maar één iemand bezig met partijbelang. U bent nu met uw vierde politieke partij bezig, uw vijfde. Ik wil even terug naar het thema. Het thema wil ik even terug naar. Dat heeft bij deze gezegd. Maar terug naar het thema van onderaf. Dat is toch hartstikke mooi. Absoluut. Die deuren staan ook open. Maar ik zie ook die voorbeelden die ik net al noemde, dat het vaak niet van onderaf komt. Dat het juist de mensen zijn die we al kennen. Dat het juist de ambtenaren zijn. Juist de bestuurders. Juist de politici. Daar zijn wij niet van. Om die mensen op een extra podium te heffen. Als jij 's middags om 4 uur iets organiseert. Ja, de meeste Bredenaars gaan dan of nog aan het werk. Of ze zijn hun kinderen van school afhalen. Dus die ga je er niet meer bereiken. Het is alleen maar een feestje voor ambtenaren en politici. Ja. We zijn aan het einde gekomen van dit debat over deze stelling. Bedankt. Ja, dit was het grote Breda Media Debat. Een samenwerking tussen BN De Stem, Breda Vandaag en Breda Nu. Allereerst bedankt natuurlijk aan Zorgcentrum Elisabeth voor hun gastvrijheid. En natuurlijk aan alle lijsttrekkers voor hun inbreng tijdens dit debat. En wie nu nog niet weet op welke partij te stemmen. Nou, je kunt natuurlijk even kijken op de kieswijzer van de gemeente Breda. Of op de kieswijzer van BN De Stem. Ook daar staan een aantal stellingen op. En daar kun je dan op reageren. Maar vergeet in ieder geval niet om te gaan stemmen op 21 maart. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. En Breda Nu gaat de uitslagenavond op 21 maart rechtstreeks uitzenden vanuit het stadskantoor. Wat ons betreft in ieder geval bedankt voor de aandacht. Graag tot een volgende gelegenheid. En dat is dus in ieder geval op woensdag 21 maart 's avonds vanuit het stadskantoor. Tot dan! Hey.